Er zijn verkiezingen geweest in Amerika en de stemmen zijn bekend. Obama blijft president. Voor BBL TV staat Michael voor het Witte Huis in Washington. Eerder deze dag sprak ik hem. Ja, Michael, hoe is het nu daar in Washington? Oh, nou, um, ja, het is hier heel erg rustig. Uh, iedereen is toch moe na de verkiezingen. Dat kan je ook uh, zien hier in het Witte Huis uh, achter me. De gezinnen zijn nog dicht. dus... Uh, het is wel rustig. Obama is het nu gekozen. Wat vindt hij daar zelf van? Ja, uh, het is wel begrijpelijk. Obama die is heel erg blij. Uh, hij heeft feest gevierd, hij heeft veel bier gedronken tot in de late uren. En uh, daarna is hij uh, langzaam naar uh, huis gegaan en is hij uh, naar bed gegaan. Heeft Romney nog geweld? Ja, uh, Rom uh, was niet echt uh, blij na zijn verlies. Het is wel een beetje balen, maar uh, na zijn verlies, hij komt al over zijn verlies heen. En de uh, yeah, volgende keer beter Rom niet. En hoe is het met het hondje van de kinderen van Obama? Nou, het uh, hondje is wel gestrest. Uh, hij heeft niet zoveel haar. Maar uh, dat is ook logisch, want uh, een van die dokters die, heeft, uh, die is allergisch voor haar. En um, ja, dus een, uh, zijn ze ook blij dat hij het heeft. Dankjewel, Michael uit Washington.